Hi, schorpioen. Leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 16. En het is van maandag 15 april tot en met zondag 21 april. Dat is de kaart goed om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt het te zijn alsof er een bepaald nieuw begin voor je gaat komen. En je kunt de dingen heel goed in evenwicht houden. Je kan ook dingen heel goed overzien. En ik heb het idee dat vooral ook de gezelligheid bij jou voorop staat deze week. Maar wel allemaal op een heel gematigde manier. Hè, maar je vindt het fijn om met familie te zijn en met vrienden te zijn. En het kan ook zelfs zo zijn dat je op werk gewoon echt de gezelligheid opzoekt en een soort vredestichter bent. Je vindt het gewoon belangrijk dat alles lekker gemoedelijk gaat. En dat je die nieuwe kansen krijgt en dat je er lekker tegenaan kan knallen. Want dat is het ook deze week. Je bent heel erg actief. Maar wel op een positieve manier en dat je ook heel erg rekening houdt met je omgeving. Dus je bent heel erg synchroon eigenlijk met alles wat er om je heen gebeurt. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. Het is sowieso een super fijne week en tot de volgende keer.